Het is lastig. Vandaag is het echt lastig om ondernemer te zijn. De persconferentie van vanavond gaf een klein beetje ruimte. Maar natuurlijk helemaal geen ruimte als je kijkt naar het geheel. De verzwaring van een paar weken geleden wordt weer versoepeld. Maar wat betekent dat voor onze business? Wij hebben besloten om in dezelfde lijn als de musea, de pretparken, ook weer open te gaan. Vanaf donderdag aanstaande zullen wij onze voordeur weer open doen voor hotelgasten en vergaderingen tot 30 personen. Wij doen dat uiteraard binnen alle geldende maatregelen. Want wat is het belangrijk dat het veilig gebeurt. Dat we die besmettingen niet verder laten oplopen. Maar ook voor ons moet er perspectief zijn. En met de kleine verlichting die er is, zien wij dat er mogelijkheden zijn om binnen alle richtlijnen die er zijn en met de hoogste veiligheidsmaatregelen die er zijn, u een veilig verblijf te gunnen. Kortom, vandaag kwamen economie en gezondheid bij elkaar. Laten we hopen dat vanaf vandaag onze blik gericht is op Kerstmis samen met onze familie. Kan ik op u rekenen?